Waar we in de vorige video zagen dat in de jaren 90 van de 20e eeuw behoorlijk wat Nederlanders positief waren over het idee van de multiculturele samenleving, zullen we in deze video zien dat vanaf het jaar 2000 daar steeds negatiever over wordt gedacht en dat er ook over een aantal andere onderwerpen behoorlijk wat onvrede naar boven komt. We gaan het hebben over polarisatie. En daarin zit het woord pool en dan moet je denken aan bijvoorbeeld de Noord- en de Zuidpool, aan tegenpolen, zaken die dus tegenover elkaar staan. En dat is ook precies wat polarisatie inhoudt, dat gaat over tegenstellingen. Polarisatie wil zeggen dat tegenstellingen tussen partijen of bevolkingsgroepen verder versterkt worden. Dus mensen denken ergens anders over en in plaats van dat ze proberen nader tot elkaar te komen en elkaar proberen te begrijpen of het een keer van de andere kant proberen te bekijken, zetten ze juist de hakken in het zand en, en worden de verschillen tussen de groepen alleen maar groter. Ja, en dat dat vanaf het jaar 2000 gebeurt in Nederland, dat heeft verschillende redenen. En de eerste daarvan is dat uh, die economische groei, die zeker in de jaren 90 plaatsvond in Nederland, ja, dat die uh, over het algemeen goed is voor Nederland, maar dat lang niet iedereen ervan profiteert. De rijken worden sneller rijk en de armen die blijven achter. Daar komt het simpel gezegd op neer. En dat zorgt voor behoorlijk wat onvrede en scheve gezichten. Want moet die rijkdom dan niet eerlijker verdeeld worden in Nederland? En moet de politiek daar dan ook niet iets aan doen. En dan komen we meteen bij het tweede punt, dat erover gaat dat steeds meer mensen in Nederland vonden dat de politiek er niet per se voor hen was. Hè? Dat de regering in Den Haag en alle andere politici. Ja, dat, dat die uh, geen oog hadden voor hun belangen. En dat er dus sprake was van een groeiende kloof ook. Tussen burgers en politiek. Veel mensen die voelden zich niet meer verbonden met, uh, met politieke partijen en met uh, het beleid waar de regering mee bezig was. En een ander punt waar heftig over gedebatteerd werd, het was de Europese Unie, de Europese samenwerking. Er kwam steeds meer verzet tegen die Europese samenwerking. Je had hele duidelijke voorstanders die zeiden van, ja die is goed die samenwerking. Er profiteren was Nederland alleen maar van. Die samenwerking die moet ook verder uitgebreid worden. Hè. Er moet meer macht naar Brussel toe, naar de Europese Unie toe. En uh, er moeten ook meer lidstaten bij komen, want dat is goed zo'n Verenigd Europa. En de tegenstanders, die zeiden juist van: nee, er moet juist minder macht naar Europa. Want het is een heel ondemocratisch gedrocht, eigenlijk. Die Europese Unie, en als er meer macht gaat naar Brussel, dan betekent dat dat wij minder zeggenschap over ons eigen land hebben. En die Europese Unie die kost alleen maar geld. En er moeten zeker niet nog meer landen bijkomen. Want er wordt alleen maar groter en dat willen we niet. Dus ook daarover veel polarisatie. En als laatste. Ook die multiculturele samenleving, ik haalde hem in de intro al even aan. Ja, er kwam steeds meer uh, verzet, kwam er tegen en twijfel aan of dat wel zo'n goed idee was, dat multiculturalisme. Verandert ons land zo niet te veel en, en wordt de Nederlandse cultuur niet te veel aangetast? Dat soort sentimenten kwamen er voorbij. En dan was er eigenlijk één uh, groep in het bijzonder waar uh, zich dat tegenkeerde, dat waren de moslims. Want we zien dat er heftige debatten ontstaan over migratie en vooral over de rol van de islam in een open samenleving. He, veel Nederlanders vonden Nederland toch nog steeds een, een vrije, tolerante, democratische samenleving. waar een duidelijke scheiding was, bijvoorbeeld ook tussen uh, kerk en staat. Ja, en in hun ogen past de islam daar niet goed bij. Ja, en dan krijg je dus eigenlijk hier ook een soort tegenstelling. tussen dus aan de ene kant de mensen die, zeggen, die zijn voor het multiculturalisme. die dus zeggen, ja, culturen zijn gelijkwaardig. en moslims mogen ook in Nederland hun eigen cultuur behouden. Uh, en aan de andere kant mensen die zeggen, nou uh, we moeten gaan focussen op integratie en assimilatie, wat dat is, daar kom ik dadelijk ook nog even op terug. Die islamitische cultuur die past niet bij de open westerse cultuur, moslims moeten zich aanpassen. Ja, en daar werd al heftig over gediscussieerd uh, voor 2001, maar als dan op 11 september 2001 door Al-Qaeda grote terreuraanslagen worden gepleegd in de VS, hè, de aanslagen op de Twin Towers, op het Pentagon, de grootste aanslag door moslimfundamentalisten in de westerse wereld ooit, meer dan 3000 doden, ja, dan is de hele westerse wereld in shock en dan uh, zie je dus dat het debat eigenlijk steeds heftiger wordt, want de angst voor islamitisch terrorisme in het Westen, die groeit alleen maar. En daardoor worden de tegenstellingen in de samenleving die er toch al waren alleen maar verder vergroot. Hè. Dat debat wordt alleen maar heftiger. Ja, niemand die in Nederland een heel prominente rol in dat debat krijgt is Pim Fortuyn. In het jaar 2002 is hij uitgegroeid tot een van de populairste politici van Nederland. Hij heeft zijn eigen uh, politieke partij opgericht, de LPF, de lijst Pim Fortuyn. Ja, en die wordt enorm populair. En dat komt met name omdat Pim Fortuyn op een heel charismatische manier met ideeën komt die steeds meer weerklank vinden in de Nederlandse samenleving. Wat zijn zijn belangrijkste standpunten? Nou ja, Pim Fortuyn heeft felle kritiek op de islam. He, die is uh, niet democratisch, past niet bij een open samenleving, net waar we het net ook over hadden. Hij heeft ook kritiek op de multiculturele samenleving. Verschillende culturen, dat werkt niet samen. Dan gaan mensen gescheiden van elkaar leven, juist. En daardoor heeft hij ook uh, kritiek op de immigratiepolitiek van de Nederlandse regering. Dat is allemaal veel te gemakkelijk en mensen worden veel te gemakkelijk toegelaten, vindt hij. En opnieuw gaat dat ten koste dus van uh, de open Nederlandse samenleving, van de Nederlandse cultuur. En hij vindt dus ook dat uh, die oude traditionele politieke partijen ja, dat die niet goed luisteren naar wat de bevolking nou echt wil. Die zijn er slechts voor een kleine elite, die doen toch gewoon hun eigen ding. Maar de gewone man ja, die wordt niet geholpen door die politiek daar in Den Haag. En ik, Pim Fortuyn, ik ga er wel voor opkomen. Ik sta open voor die gewone man, ik hoor waar hun zorgen en ik ga er wat aan doen. Nou ja, dat verkoopt hij dus heel erg goed. En die opkomst van Fortuyn die zorgt dus ook voor veel maatschappelijke discussies. Opnieuw debat van voor en tegenstand. Gaat er behoorlijk heftig aan toe. Maar ondertussen groeit uh, de LPF, de lijst Pim Fortuyn, dus uit tot een van de grootste partijen van Nederland in de peilingen. En een aantal dagen voor de verkiezingen, ja, dan, dan vindt echt het, het, het kookpunt zeg maar, van het debat plaats. Als uh, Pim Fortuyn vermoord wordt op het mediapark in Hilversum door een eenling. Ja, dat zorgt uiteraard voor een hele grote schok in Nederland. Het zorgt ook opnieuw voor het vergroten van de angst en de tegenstellingen. Eén merk dus aan alles dat er steeds heftiger aan toe gaat in Nederland, dat die onvrede alleen maar toeneemt. En dan zie je dus ook dat vanaf 2002 het multiculturalisme, dat idee, steeds meer vervangen wordt voor een beleid dat gericht is op integratie of assimilatie van groepen migranten. Even die twee begrippen eruit pakken. Integratie wil zeggen dat iets opgenomen wordt in een groter geheel, iets wordt geïntegreerd. Dat betekent dus in dit geval dat personen en bevolkingsgroepen deel moeten gaan nemen aan de Nederlandse maatschappij. Dat dus niet zeg maar buiten moeten gaan staan, hun eigen ding blijven doen. En assimilatie dat gaat eigenlijk nog een stap verder. Je moet je zodanig aanpassen aan die Nederlandse cultuur dat eigenlijk je je oorspronkelijke uh, cultuur steeds meer verliest, dat die op de achtergrond raakt. Nederland polariseert en dat idee van die vrije open tolerante samenleving dat komt steeds verder onder druk te staan.